Finabank heeft vandaag een overeenkomst getekend met de Menos Group voor het opzetten van een nieuwe core banking systeem. De Menos Group zal de bank voorzien van een nieuw software systeem. Dit houdt in dat de bank onder meer beter, efficiënter en veiliger met haar klanten zal kunnen communiceren en bankieren. Deze informatie gaf de bank vandaag via een persbriefing aan de samenleving. Volgens Evelyn Frangi, CEO van de Finabank, heeft het traject voor de wijziging een jaar in beslag genomen. Er moest volgens hem eerst goed gekeken worden met welke organisatie er samen gewerkt zou worden om dit systeem op te zetten. De achterliggende gedachten van deze criteria waren het feit dat de bank in de afgelopen 5 jaar gemiddeld met 30% tot 40% gegroeid is. Dat is een behoorlijke groei geweest. En aangezien banken nu en in de toekomst steeds meer op IT gaan leunen, is een robuust IT-systeem van heel groot belang voor de bank. Aangezien alle data, alle transacties die de bank dagelijks doet in het systeem zijn. In dit selectieproces waren er 5 elementen van groot belang. En dat waren onder andere, het moet een stabiel systeem zijn, maar het moest ook futureproof zijn. Er moest een duidelijke innovatieroadmap zijn. Daarnaast moest het voldoende IT-controle systemen hebben, zodat we eigenlijk beschermd zouden kunnen worden van cybersecurity issues. Verder moest het voldoen aan de centrale bankregelgeving. Net werd al aangegeven, de regelgeving in de wereld, maar ook in Suriname, verandert in heel rap tempo. En een systeem dat deze veranderingen kan bijhouden is heel erg noodzakelijk. Frenje zegt verder dat de bank haar klanten de beste digitale ervaring wil bieden. Met het bedrijf, De Menos, kan dit. De uitvoering van het project zal haast 2 jaren in beslag nemen, geeft de CEO aan. De implementatie zal moeten resulteren in een veel efficiëntere bank dan we nu hebben. Zaken zullen minder handmatig zijn, waardoor ook risico's binnen de bank uitgeschakeld kunnen worden. Voorts, zoals ik net al zei, de klanten veel meer digitale beleving en veel meer gemak kunnen geven. Maar ook de klant veel meer persoonlijk te kunnen bedienen. We hebben net het scherm gezien waarbij per klant analyses gedaan zullen kunnen worden op basis van het transactieprofiel en andere zaken van de bank. Ook zal het de bank veel veiliger maken, want de regelgeving verandert. Dus het zal ons veel beter in staat stellen aan de regelgeving te kunnen voldoen. Maar ook gevaren van buiten, zoals EML, CFD, vereisten, zijn allemaal ingebouwd in het systeem. Waardoor de risico's die we van buitenaf krijgen veel makkelijker geïdentificeerd kunnen worden, maar ook gemitigeerd kunnen worden. Ten slotte, met dit geheel project zal ongeveer 4 miljoen US dollars kosten. En deze 4 miljoen dollars hebben we voor over om te investeren in de toekomst van de bank. Om de groei te kunnen bewerkstelligen, om beter te kunnen voldoen dan we nu al voldoen aan de regulating requirements. Evelyn Frangi, CEO van de Finabank. Deze bank heeft vandaag een overeenkomst getekend met De Menos Group voor het opzetten van een nieuwe core banking systeem. De Menos Group zal de bank voorzien van het nieuwe software systeem.